In 1839 rijdt de eerste trein van Amsterdam naar Haarlem. Nu, 175 jaar later, bereikt ons netwerk heel Nederland en wordt het spoor intensiever gebruikt dan ooit. ...7000 kilometer spoor, 3,1 miljoen ritten per jaar, 1,2 miljoen reizigers per dag, 37 vervoerders en 100.000 ton goederen per dag. Samen goed voor 145 miljoen treinkilometers per jaar. Dit wordt in de toekomst alleen maar meer. Het spoorgebruik groeit elk jaar. Om te zorgen dat het spoor nog veiliger, betrouwbaarder en duurzamer wordt, maakt ProRail de grootste vernieuwingsslag in de geschiedenis van het spoor. Een ongekende inzet van middelen en mensen. En daar zijn de resultaten naar. Het is heel ruimtelijk, veel winkels, dat is fijn. Het wordt steeds opener ook allemaal. De nieuwe Central Station is gorgeous. Het is gewoon prachtig. Het is vooral glas en voorheen was het echt alleen maar steen en allemaal van die saaie raampjes en zo. Het is niet meer terug te herkennen van vroeger. We maken nieuwe verbindingen. We vernieuwen het spoor op ruim 130 locaties en we bouwen tientallen nieuwe stations, zoals in Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Den Haag. Samen met de vervoerders doen we er alles aan om hinder voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. We werken aan de toekomst van het spoor. Een optimaal spoornetwerk voor iedereen.